Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look. Welkom vanuit Friezenveen, waar Excelsior 31 vanmiddag in actie komt tegen promovendus Dato Twenterand. Excelsior 31 is al 7 wedstrijden ongeslagen en staat op een verdienstelijke tweede plek in de hoofdklasse B. Dato is de hekken sluiten en heeft het lastig. Het won nog maar 1 duel. Bij de thuisploeg starten een oud Excelsior 31 spelers Kevin Amman en Leslie Narwold in de basis. Alvaro Vleiter zit op de bank. Bij Excelsior 31 zien we dezelfde 11 namen als vorige week. Joost Krijns is nog niet fit, daardoor staat Emmanuel Issa weer centraal achterin. Zet Excelsior 31 de ongeslagen reeks voort of pakt Dato de 3 punten vanmiddag? Dit alles gaat u zien in de samenvatting die u wordt aangeboden door Jan Lichtenberg Financieel Advies en Eduard Leuzing van AdIT ICT Opleidingen en Vergaderlocaties Reizen. Ik heb het niet.
tussenstand 0-1. Doelpunt te maken voor Excelsior nummer 9, Hielke Penterman. Deze wedstrijd werd u aangeboden door Eduard Leusing van @IT ICT Opleidingen en Vergaderlocaties Rijssen en Jan Lichtenberg Financieel Advies. Wat vond je trouwens van het doelpunt van Hielke? Ja, het is echt weer een Hielke doelpunt. Er was een ingooi van Mirko, die wordt doorgekopt door Boy. Goed doorgekopt en hij staat weer op de goede plek. En het is 1-0. Drie punten, daar gaat het om toch? Uiteindelijk gaat het om winnen, natuurlijk. Maar nogmaals, stond ook echt wel weer een ploeg, vond ik. Met elkaar samen gedaan, hard gewerkt. Zwaarveld, proberen toch steeds de druk erop te houden. Dat hebben we gewoon hartstikke goed gedaan. We hebben ze ook geen mogelijkheid gegeven, zeg maar. Ook in die eindfase willen ze dan toch snel die bal brengen. Hebben ze eigenlijk geen mogelijkheid gegeven om rustig bij onze goal te komen. Hoop energie ingestoken, met name het laatste kwartier. Wij feliciteren Urk met het behalen van de eerste periodetitel. Volgende week speelt Excelsior 31 een thuiswedstrijd tegen Staphorst. Weer een mooi duel om naar uit te kijken. Deze uitzending zit erop. Bedankt voor het kijken en nog een heel goed weekend toegewenst. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, Shubi Reisen en Kapsalon De Look.